Bezoekers kunnen trekken proberen op landbouwbeurs Assen. CLM haalt bezem door de middelenkast. En melkveehouders uit Vierakker verwarmen woning met warmte uit de melk. Zes van der Haven, uw partner in suikerbietenzaad. Ze staan weer te stralen onder de lampen van de TT-hal in Assen. Tot en met vrijdag kan iedereen lekker bekken bij de nieuwste trekkers en andere voertuigen op de landbouwvakbeurs. Maar het is niet alleen kijken, kijken en niet kopen, want naast het circuit kunnen 10 merken ook nog eens getest worden. Je kan toch even kijken als boer zijn, of nou ja, vaak de boerenzoons kijken dan, wat ze ervan vinden. Normaal kunnen we soms inzitten en dan een beetje van buitenaf kijken. En niet inrijden. Nee. Op het terrein staan trekkers met een vermogen van 80 tot 315 pk. Naast het TT-circuit is een parcours uitgezet waar de trekkers getest kunnen worden. Maar als je er eentje mag testen, welke pak je dan? De New Holland T7-315. Ik heb de John Deere getest en de Fendt. Ik heb ze allebei getest. Okay. Waarom die twee? Omdat we om ons eigen bedrijf zijn we wel aan het nadenken om over te stappen naar John Deere. En nou ja, de Fendt wou ik zelf gewoon graag een keer testen. Omdat nou ja, een kameraad van mijn stiefvader die heeft allemaal Fendts lopen. Dus dan wil ik ook kijken wat erin. Dat vind ik wel mooi van het evenement. Want ja, dan krijg ik mijn indruk hoe ze trekken rijdt. Dan zie je het niet alleen van buiten komen, maar kun je ook echt proberen. Sommigen testen er eentje. Anderen testen alle 10 de trekkers. En als je er nu één getest hebt, smaakt dat naar meer? Ja, misschien wel ja. Ja. Dus van die lijkt me ook wel wat, ja. Ik kom je kast controleren. Dus als je nog middelen hebt waarover je twijfelt of waarvan je denkt die zijn verlopen, wil je dan even toelatingsnummer noemen, dan kijk ik of ze nog toegelaten zijn. Ja, nou, goed, ik heb hier een paar middelen staan. Dat zijn oude middelen. Die heb ik al geruime tijd in de kast staan. Mm-hmm. En daar moeten we denk ik even naar kijken. Ik heb hier een Avadex. Ja. Daar zit nog wat in. Dat is nog een overgebleven verpakking. Maar die heb ik al jaren in de kast staan. Ja, wat toelatingsnummer? Toelatingsnummer is 3201. Mm-hmm. Ja. Ja, inderdaad, Avadex, die is al een tijdje verlopen. Wat, ja, dat dacht ik al. We zijn hier bij Ben Hasselo en we controleren zijn middelenkast, gewasbeschermingsmiddelenkast. In het kader van de actie Bezem door de Middelenkast in Oost-Gelderland. Zelf hou ik wel redelijk goed bij wat er allemaal in de kast staat en of het niet over de datum gaat. Maar ik had toch nog een paar dingen waar ik achter kwam dat het niet goed was. En dat we dat nu op deze wijze op kunnen scholen, dat is natuurlijk wel een hele mooie. Met de warmte uit de melk verwarmen melkveehouders Jan Borgman en Erna Roeterdink uit Vierakker hun huis. Dat gebeurt met een Eco 200 systeem. Ze staan ook wel bekend als de Fortone-boeren. Wij melken ondertussen 9 jaar met melkrobots en hier wordt de melk geproduceerd. En van hieruit gaat de melk naar de melktank. En onderweg komt die dan een warmtewisselaar tegen waar in dit geval via koud water, koude middel, in dit geval de warmte uit de melk gehaald wordt. Dan gaan we hier het tanklokaal in. We maken hier dus met de Eco 200 systeem maken wij dus kou en warmte. En met de kou koelen we dus de melk. En met de warmte verwarmen wij het woonhuis en de warmwatervoorziening. Dus dat is eigenlijk het mooie van het systeem. Donderdag wordt het systeem geopend en vrijdag is er een open dag waar iedereen het systeem kan bekijken. Ja, en hoe het energietechnisch nou precies uit gaat vallen. Wij hopen dus nu in de toekomst nul gas meer te hoeven te gebruiken voor verwarming van het huis en de warmte. Dus, maar of dat nu helemaal bereikbaar wordt, daar moeten we dus ook nog even afwachten. Dus, maar het ziet er goed uit. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Zes van der Haven, uw partner in suikerbietenzaad.